deze patiënten hebben een hoop problemen in het dagelijks leven. Maar een van de belangrijkste medische problemen waar ze mee te kampen hebben is complicaties met hun vaattoegang. En het probleem is dat die vaattoegang die kunstmatig wordt aangelegd door de vaatchirurg om het bloed van de patiënt naar de dialyseapparaat te brengen, vernauwd raakt. Momenteel zijn daar geen goede oplossingen voor handen. En wij hebben de afgelopen jaren gewerkt en zullen de komende jaren verder werken aan een nieuwe techniek om nieuwe bloedvaten te maken. Met het Engels woord tissue engineering, daar is geen goed Nederlands woord voor, maar het betekent zoveel als het maken van nieuwe weefsels. En in ons geval gaat het om het maken van nieuwe bloedvaten. Wij zijn niet de eerste die een poging wagen om nieuwe bloedvaten te maken. Over de hele wereld worden er verschillende methoden ontwikkeld om tissue-engineerd bloedvaten te maken. Maar wij zijn wel een van de weinigen die dat proberen om het in de patiënt zelf te laten plaatsvinden. De meeste onderzoekers die proberen bloedvaten te maken in het laboratorium door verschillende cellen bij elkaar te stoppen op een soort mal te kweken en vervolgens dat in het laboratorium gekweekte bloedvat in de patiënten toe te passen. Wij hebben er eigenlijk meer voor gekozen om gebruik te maken van het regeneratieve vermogen, het herstellende vermogen van de patiënt, door in de patiënt zelf bloedvaten te laten maken. Dialysepatiënten hebben vaak aangetaste hart- en bloedvaten. Daardoor wordt de rijping van hun shunt erg moeilijk. Bovendien zie je vaak dat er al vernauwingen in die bloedvaten aanwezig zijn die op lange termijn de functionaliteit van die shunt kan beperken. Het voordeel van tissue-engineer bloedvaten is dat je direct een gezond bloedvat kan maken, wat precies de goede diameter heeft en de goede dikte en stevigheid heeft, zodat je dat rijpingsproces van een shunt, die maturatiefase, eigenlijk voor een belangrijk deel kan overslaan. De manier waarop wij bloedvaten maken is het beste te vergelijken met de manier waarop een parel groeit in een oester. Dat heeft te maken met de zogenaamde vreemd lichaamsreactie. Wat we doen is we implanteren een klein kunststofbuisje onderhuids op de plaats waar het bloedvat nodig is. En dat leidt ertoe dat door de afweerreactie die dat teweeg brengt, dat kunststofstaafje wordt omkapseld met lichaams-eigen weefsel. En dat gaat vrij snel. U moet denken aan 4 tot 6 weken. Na die periode halen we een staafje weg en gebruiken we het weefsel wat om dat staafje gegroeid is als basis voor het nieuwe bloedvat. En dat stukje weefsel wordt geïmplanteerd in de circulatie en door de veranderende omstandigheden van het weefsel zien we dat het weefsel zich aanpast aan die omstandigheden en zelf eigenlijk ook nog meer gaat lijken op een gewoon bloedvat. Nou, dat concept hebben we geoptimaliseerd door eerst dat staafje te optimaliseren, omdat de samenstelling van het staafje van groot belang is voor de respons van de patiënt. En uiteindelijk hebben we ook laten zien dat dat weefsel inderdaad meer op een bloedvat gaat lijken dan voor implantatie als vaattoegang. We maken gebruik van een plastic staafje wat als een soort van mal dient waar het bloedvat omheen kan groeien. Maar dat is eigenlijk niet zomaar een plastic staafje. Het maakt heel erg uit wat voor type plastic je gebruikt, maar ook hoe de oppervlakte van dat staafje eruit ziet. Je kan je voorstellen dat een glad oppervlakte heel anders is dan bijvoorbeeld een oppervlakte met heel veel uitsteeksels erop. En we zien ook dat cellen daar heel erg anders op reageren. Dus door de samenstelling van het type plastic en de oppervlakte dusdanig te bewerken, kan je precies beïnvloeden hoe het weefsel en welk type weefsel om het staafje heen groeit. En daar maken we gebruik van en op die manier kunnen we heel gericht sturen welk weefsel er wordt gevormd. We hebben in eerste instantie gezorgd dat ons tissue engineer bloedvat de juiste samenstelling en de juiste opbouw had en voldoende stevig was. Vervolgens hebben we dat bloedvat als daadwerkelijk bloedvat getest in de bloedbaan. En we hebben daarbij gezien in grote proefdieren dat het bloedvat stevig genoeg is en dat het veilig is om het te implanteren. De volgende stap is om in grote proefdieren op langere termijn het bloedvat als shunt te testen. En daarna gaan we de stap naar mensen maken om uiteraard te kijken of de respons op dezelfde manier overeenkomt in mensen als in proefdieren. En de verwachting is dat we dat over 2 à 3 jaar de eerste klinische studie kunnen verrichten. Toen ik begon met het ontwikkelen van deze technologie, toen was de gedachte dat dit vooral geschikt zou zijn voor patiënten met ernstige complicaties wat betreft hun vaattoegangswegen. Met name de patiënten die een zogenaamde kunststof vaattoegang gebruiken.
Maar gaandeweg de ontwikkeling kwam ik eigenlijk steeds meer achter dat het ook voor misschien wel voor alle patiënten een goede methode zou kunnen zijn. Omdat steeds duidelijker werd hoe groot het klinisch probleem van maturatiefalen is. Dat wil zoiets zeggen dat een shunt eigenlijk waar onvoldoende rijpt. En dat kan tot bij 30 tot 50% van de patiënten levert dat eigenlijk problemen op, waardoor er vaak nieuwe operaties moeten plaatsvinden die kostbaar zijn en vervelend zijn voor de patiënt. Dus al met al denk ik dat, grof geschat, zeker bij de helft van de patiënten misschien dit wel een goede methode zou kunnen zijn die het aantal complicaties van hun vaattoegang zou kunnen reduceren.